alleen de mensen die zeg maar echt willen gaan, die zijn erbij. Toch? Ja. En met goed rekening erbij. En ook laffe mensen, maar die zijn er nu niet. De echte die-hard. Dat is een mooi feestje, ja precies. Twee jaar achter elkaar regende Extrema, het festival dat Hartje Zomer Aqua Best overspoelt, compleet weg. De voorspellingen voor editie 2013, aanstaande zaterdag, zijn echter wel goed. Een graadje of 24 met zon. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang en de crew van Extrema heeft er extreem veel zin in dit jaar. Ja, Marcel, vorig jaar hadden we ook een item over de opbouw. Toen was het regen, toen was het zaterdagregen. Ja. Nu staan we hier iets anders. Ja, dan wordt het lekker zonnetje en zaterdag wordt 24 graden. Eindelijk, dat mag wel weer na twee jaar. Hè? Ja, hoe belangrijk is dat voor zo'n evenement zoals zaterdag? Normaal gesproken, het maakt eigenlijk nooit uit. Maar omdat het al twee jaar achter elkaar is, de hele zomer was ook echt slecht. Merk dat mensen ook later kaarten kopen. Dat mensen zeggen van nou wil ik echt een zonnetje zien. En deze week schiet ik de kaartverkoop omhoog. Dus de Exo Plus kaarten zijn bijvoorbeeld uitverkocht. We hebben alleen maar nog normale kaarten over, dus het zal wel vlug zijn. En wat kunnen de mensen verwachten zaterdag? Nou, wel een topprogrammering. Ik denk dat we een van de meest mooie programmeringen hebben in Nederland. Major Lazer en Justice die op het hoofdpodium afsluiten. Die zijn gewoon enorm groot en te gek om te zien. Major Lazer heeft ook een hitje nou op de radio. Maar Justice die gaat alleen maar oude hits draaien. Dat wordt gewoon anderhalf uur knallen. En in de kwartsarea daar hebben we Sub Focus bijvoorbeeld. En Knife Party. En Block Me on Facebook nummertje, weet je wel. En ja, we hebben alleen maar zo'n te gekke grote acts. Dus, en we hebben zes grote podia's, een paar kleine podia's. En voor iedereen wat wils, van een lekker uit je dag gaan houden tot goede techno. Dus ik zou nog vlug even een kaartje kopen en komen. Als je zaterdagavond, een uur of 8-9, wanneer ben je dan tevreden? Ja, ik ben tevreden als iedereen tevreden is. En vooral het publiek natuurlijk, maar ook onze crew die hard gewerkt heeft voor dit evenement. Maar een uur of 8 kan ik een beetje mijn remmen loslaten, ga ik zelf een biertje drinken.